Good afternoon. Goedemiddag. We're going to thank you. We're going to talk about the relationship between a young man and a young woman in the Christian faith. We zullen het vanmiddag hebben over de relatie tussen een jonge man en een jonge vrouw binnen het christelijk geloof. I'm going to go through several scriptures. Ik ga een aantal teksten lezen. And I realize that we probably don't have time for everyone to look these up in their Bibles. En ik ben me ervan bewust dat waarschijnlijk niet iedereen de tijd heeft om die teksten allemaal ook mee te lezen en op te zoeken. But if you get the recording of this, you can go back and look up the text. Maar als je nog een keer naar de opname van deze samenkomst kijkt of luistert, dan kan je ze er weer bij halen. Let's go to the Lord in prayer. Laten we de Heer bidden. Father, I pray that you would give us wisdom. And I pray that you would fill us with the Holy Spirit and that you would help us to understand that these are difficult times in which we live, that immorality runs throughout our streets and our homes and even into our churches, that you have given good words, statutes and commands to guide us so that we might have a prosperous and godly life. Lord, help us to see that these commands are not burdensome, but they lead to life. Help us, Lord, this hour. In Jesus' name, amen. Amen. To start out, I think that one of the things that we first have to do is recognize that things are very, very wrong. Nou, om mee te beginnen, het eerste wat heel belangrijk is dat wij erachter komen dat bepaalde dingen gewoon helemaal verkeerd zijn. Not just outside of the church, but many times inside of the church. Niet alleen dingen die zich buiten de kerk afspelen, maar ook dingen die zich binnen in de kerk afspelen. Very rarely do we have teaching, a biblical teaching on the relationship between a man and a woman. Er is soms zo weinig onderwijs over wat de Bijbel zegt over de relatie tussen jonge meisje, man, vrouw. And because of that, we see in our churches today the same thing that they saw in Israel in Judges chapter 17, verse 6. En dat is om die reden dat we ook in onze kerken vandaag de dag zoveel zien als wat er ooit in Israël was, waarover geschreven staat in Richteren 17, vers 6. The Bible says this. De Bijbel zegt daar dit. In those days there was no king in Israel. Every man did what was right in his own eyes. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn ogen. When we do not teach the word of God with regard to every aspect of our life. Als wij niet Gods woord onderwijzen ten aanzien van alle aspecten van ons leven. We have stopped living under the sovereign rule of God. Dan zijn wij ermee gestopt om onder zijn heerschappij te leven. If you believe that God has not spoken with regard to a certain thing in your life. Als je denkt dat God niet heeft gesproken met het oog op een bepaald gebied in jouw leven. Then you begin to do that thing according to what's right in your own mind. Dan ga je met dat gebied in je leven om zoals je zelf denkt dat je daarmee om moet gaan. And that always leads to death. En dat leidt altijd tot de dood. In Hosea 4:6 we read this. In Hosea hoofdstuk 4 vers 6 daar lezen we dit. God says, my people are destroyed for a lack of knowledge. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. With regard to the relationship between a young man and a young woman. Ten aanzien van de relatie tussen een jonge man en een jonge vrouw. There is not much teaching. Is er zo weinig onderwijs. But there is a lot of destruction, isn't there? Maar er gaat wel heel veel stuk op dat gebied. A lot of suffering and a lot of pain. Heel veel lijden en heel veel pijn. And most of it is the result of sin. En heel veel daarvan is gewoon het gevolg van zonde. And that sin is oftentimes the result of a lack of knowledge. En die zonde is vaak het gevolg van gebrek aan kennis. You know, we can take this Bible and hold it up and say it's the word of God. We kunnen de Bijbel nemen en hem omhoog houden en zeggen dit is Gods woord. We can say we are a biblical church. We kunnen belijden dat we een Bijbelse gemeente zijn.
But what does that mean? Maar wat heeft dat te betekenen? Of wat betekent dat? It should mean that we study this Bible so that it'll tell us about how to live our life. Het zou moeten betekenen dat we ons verdiepen in de Bijbel om erachter te komen hoe we het leven behoren te leiden. Not just our religious life. Niet alleen ons godsdienstige leven, but our entire life. Maar ons gehele leven. Everything we need to guide our life is found in the Word of God. Alles wat we nodig hebben om ons leven te leiden, daarover kunnen we lezen in Gods woord. It is full of wise principles from God. Gods woord staat vol met hele wijze levensprincipes die van God komen. And great commandments. En ook heerlijke geboden. I want us to read in Isaiah chapter 1 verses 4 through 6. Ik wil jullie lezen Jesaja hoofdstuk 1. Now, vers 4 tot en met 6. Before we read this text, I want you to listen to it and then ask yourself the question: does this apply to modern day Christianity in the West? Nou, voordat we deze tekst lezen, wil ik jullie deze vraag stellen. Denk je dat deze versen van toepassing zijn op het christendom dat we vandaag de dag in de westerse wereld tegenkomen? Verses 4 through 6, chapter 1. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Ze hebben de Heere verlaten, ze hebben de heilige Israëls gelasterd, ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen derhalve is met olie verzacht. God was not saying this in order just to hurt his people. Nou, God die zei dit niet tegen zijn volk om hen daarmee pijn te doen. He was saying this in order to help them and heal them. Maar hij zei dit tegen hen omdat hij hen wilde helpen en hen wilde genezen. He said that their lives were weighed down and full of burden because of their sin. Hij zei tegen hen dat hun leven ver onder de maat was en vol was met zware lasten vanwege de zonde. And their problems had come from only one thing. They had abandoned the Lord. En dat al die problemen maar uit één ding voortkwamen, namelijk dat ze van de Heere waren afgeweken. And they had despised the Holy One of Israel. En dat ze de heilige Israëls waren gaan verachten. How did they do that? Hoe deden ze dat dan? They turned away from him. Ze keerden zich van hem af. They did not acknowledge his lordship in every aspect of their life. Ze hadden geen erkenning daarvan, of ze erkenden hem niet als Heer over alle gebieden in hun leven. Instead of looking into the law to discover what God desired, in plaats van dat ze zich verdiepten in de wet om erachter te komen wat God van hen vroeg, they did what was right in their own eyes. Deden ze gewoon wat juist was in hun eigen ogen. And because of that, they were covered in sickness and wounds. En het gevolg daarvan was dat ze bekleed waren met ziekte en allerlei verwondingen en wonden. And they found no healing. En dat ze geen genezing konden vinden. Does that apply to our lives today? Nou, is dat van toepassing op onze levens vandaag? When you need to discover how to act in a certain situation in life, what do you do? Als jij je afvraagt hoe je moet handelen in een bepaalde situatie in het leven, wat doe jij dan? Do you go to the Word? Ga je dan naar Gods woord? Or do you do what's right in your own eyes? Of doe je wat juist en recht is in je eigen ogen? Or do you do what your culture tells you to do? Of ga je doen wat de omringende cultuur tegen je zegt dat je moet doen? Have you ever studied to determine how you're supposed to be a good son or a good daughter? Heb je je ooit verdiept en bezig gehouden met de vraag hoe Gods woord zegt dat je een goede zoon, een goede dochter van je ouders kan zijn?
Have you considered both the warnings and the promises for disobedience and obedience? Heb je je wel eens verdiept in de zowel de waarschuwingen, maar ook de beloften die er zijn ten aanzien van ongehoorzaamheid of gehoorzaamheid jegens je ouders? Are you following the principles God has set out with regard to your relationship to your mother and father? Leef je volgens de principes die de Heere God in zijn woord heeft gegeven aangaande jouw relatie met je ouders? Probably not. Waarschijnlijk niet. You probably don't even know what they are. Misschien weet je zelfs wel niet eens wat ze zijn. And because of that, your relationship with your parents suffer. En een gevolg daarvan is dat jouw relatie met jouw ouders daaronder leidt. Have you considered what the Bible says about being a young man and a young woman and entering into a relationship with the opposite sex? Heb je je wel afgevraagd en je verdiept daarin wat Gods woord zegt over een jonge man zijn, een jonge vrouw zijn en een relatie met elkaar aangaan en wat Gods woord daarover zegt? Can you tell me what God says about the time when it is appropriate for you to do that? Kan je mij, weet jij wat Gods woord zegt over de tijd waarop het zover is dat je dat kan doen? Can you tell me the principles laid out in God's word with regard to how to select a mate? Weet jij iets van de principes die in Gods woord staan, die we daar kunnen vinden ten aanzien van wat belangrijk is met het vinden van een man, een vrouw, een levenspartner? Can you tell me the precautions you're supposed to take whenever you enter into a relationship with the opposite sex before you're married? Zou je mij kunnen vertellen welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen voordat het goed is dat je echt in een relatie gaat staan met een ander? If you're a parent here today, als je hier vanmiddag zit als ouder, can you tell me what the Bible says with regard to your role? Kunt u mij vertellen wat de Bijbel zegt ten aanzien van uw rol as a parent, daarin als ouder? Can you tell me how you're supposed to help your son or daughter when they begin to enter into a relationship with someone of the opposite sex? Kunt u mij vertellen hoe u uw zoon of dochter kunt helpen wanneer zij verkering krijgen met een jongen en meisje? Can you take a piece of paper and write out all the biblical principles? Kunt u mij op papier geven de Bijbelse principes daaromtrent? Maybe not. Misschien wel niet. Probably not. Waarschijnlijk niet. And then we wonder, why are we so sick? En dan vragen we ons af, hoe komt het dat we zo ziek zijn? Why do we suffer so much? En waarom is er zoveel lijden? Why is there so much hurting? Waarom is er zoveel pijn? Can't you see we do the same thing that Israel did? Zien we dan niet dat we eigenlijk hetzelfde doen als wat Israël toen deed? We don't follow what he told us. Wij volgen niet na wat hij tot ons heeft gezegd. Because we don't even know what he told us. Omdat we niet eens weten wat hij ons heeft gezegd. Because we do not seek it out and very rarely is it taught. Omdat we het niet onderzoeken en het wordt zo weinig ook onderwezen. Now, we must not only realize the situation we're in, but we must all also realize and come to full agreement that our lives must be lived out for the glory of God and in submission to him. Nou, het is niet alleen belangrijk dat we tot besef komen van in welke toestand wij zijn, maar we moeten ook gaan beseffen dat wij geroepen zijn om in alle dingen te leven ter verheerlijking van hem. Let me share with you two things about God. Ik wil twee dingen tot u zeggen ten aanzien van God. First of all, he loves you. Ten eerste, hij heeft je lief. So he is never going to command you to do something that's going to hurt you. Dus hij zal jou nooit iets opdragen dat jou zal beschadigen. That's going to mess up your life or cause you to fall in sin. Waardoor je leven een puinhoop wordt of waardoor je in zonde zult vallen. He's also going to command you the things that will bring you life. Hij zal je die dingen gebieden die jou het leven zullen geven. And will bring you joy. En die jou vreugde zullen geven. Do you believe that? Geloof je dat? Well, let me tell you a second thing about God. En het tweede wat ik wil zeggen over God. He knows everything. Hij weet alles. I know you're a teenager and you know everything too. Ik weet dat je een tiener bent en dat jij ook alles weet. But God really does know everything. Maar God weet echt alles. And you don't. En jij niet.
doesn't it make sense to follow someone who loves you more than anyone else and who knows absolutely everything? Is het niet heel redelijk om ervoor te kiezen om degene te volgen die jou zo lief heeft en die tegelijkertijd ook alles weet? You would have to be insane not to do that. Je zou eigenlijk gek zijn als je dat niet zou doen. And that is why the old writers used to refer to sin as insanity. En daarom waren de oude schrijvers die als ze over de zonde spraken, dan benoemden ze dat als een vorm van gekte. Let me give you some principles about what should be the attitude of our lives. Ik wil je een paar principes geven ten aanzien wat onze levenshouding behoort te zijn. 1 Corinthians 10:31. Of je nu eet of drinkt of wat je dan ook doet, doet alles ter ere Gods. The only way your life is ever going to grow in fullness is by learning to submit to this truth more and more. De enige manier waarop jouw leven zal toegroeien naar een grotere volheid is wanneer je leert om je te onderwerpen aan dit principe. We should do everything we do for his glory. Dat je leert om alles wat je doet te doen tot eer van hem. The things we should watch only because they bring glory to God. De dingen waar we naar kijken, dat we alleen naar de dingen kijken die eer brengen aan God. The relationships we enter into, we should enter into them only because they glorify God. En de relaties die wij aangaan in dit leven moeten we alleen maar aangaan als zij God verheerlijken. And if they don't glorify God, then we should avoid them. En als een bepaalde relatie niet tot eer van God is, dan moeten we die relatie stoppen. The way we dress should glorify God. De wijze waarop wij ons kleden moet tot eer zijn van de Heere God. Now, let me ask you a question. Nou, laat me u deze vraag stellen. And just answer this in your own mind. En probeer er voor uzelf eens een antwoord voor te formuleren. How many times in your life when you have stood before the mirror dressing? Hoe vaak is het gebeurd in jouw leven dat je voor de spiegel stond, jezelf aankledende? Have you looked in the mirror and asked yourself this one question? Heb je in de spiegel gekeken en heb je deze vraag aan jezelf gesteld? Does the way I look glorify God? De wijze waarop ik eruit zie, is dat tot eer van God? Would some of you have to say, I've never done that in my life? Zijn er onder ons vanmiddag die zeggen, eigenlijk heb ik die vraag nooit gesteld? Do you see the problem? Zie je wat het probleem is? And not just in that, but in every aspect of our life. Have you ever been watching television? En niet alleen daarin, maar in alle aspecten van ons leven. Heb je ooit naar de televisie gekeken? And ask yourself the question, does this glorify God? En heb je wel eens televisie kijkende jezelf diezelfde vraag gesteld? Is dit ter ere Gods? I have a friend who has a television set. Ik heb een vriend en die heeft een televisie thuis. And on the top of his television set he has a big sign. En bovenop op zijn televisie heeft hij een groot teken. Does the program you're watching glorify God? Het programma waar je naar kijkt, is dat ter ere Gods? He hates that sign. Hij heeft een hekel aan dat teken. But it saves his life. Maar het redt hem. Do you see? Zie je? Many times when a preacher preaches, I think the audience thinks he's just reciting poetry or something. Ik heb de indruk dat heel vaak als predikers staan te preken, dat de luisteraars denken dat hij het over poëzie heeft of you listen and you say, oh, that's nice. Je luistert ernaar en je zegt, nou, dat klinkt mooi, zeg. Hallelujah. Hallelujah. But you don't think you have to really listen to it. Maar je denkt tegelijkertijd dat je er eigenlijk helemaal niet echt naar hoeft te luisteren. One day a preacher was preaching to a small church. Een keer was een prediker die stond te preken voor een kleine gemeente. And he looked out the back, the door of the church, he could see it from the pulpit. En hij keek naar achteren en helemaal achterin was de uitgang van de kerk. And a thief had come in the back door and was stealing everyone's jacket. En hij zag dat er een dief de kerk was binnengekomen en ieders jas aan het stelen was. And so the pastor said, a thief is stealing our jackets. Dus die dominee die zei op dat moment, een dief is bezig al onze jassen te stelen. And the congregation said, amen.
En de hele gemeente zei: amen, broeder. And he said, no, a thief is stealing our jackets. En de dominee die zei: nee, er is een dief bezig onze jassen te stelen. Glory to God. Prijs God, zei de gemeente. And then when the church was dismissed, everyone found that their jacket was gone. En toen de dienst eenmaal voorbij was, kwam iedereen erachter dat hun jas was gestolen. And the pastor said, I told you. En de dominee zei: dat heb ik jullie toch gezegd. And they said, but you were preaching. We didn't think we had to listen. Maar de gemeente zei: dominee, u was aan het prediken. U dacht toch niet dat we dachten niet dat we moesten luisteren naar u. When I tell you that the Bible tells you you're to do everything for the glory of God, is that going to affect you tomorrow at all? Als ik u vanmiddag zeg dat de Bijbel tegen u zegt dat u alles behoort te doen ter ere Gods, heeft dat enige invloed op uw leven morgen? Is it going to change you at all? Gaat het u veranderen? It better. Het zou zo moeten zijn. Because now you're responsible. Want nu, vanaf nu bent u verantwoordelijk. It may be better off for you if you're not really serious about obeying, for you just to get up and leave now. Misschien is het wel beter voor u als u niet ernst wil maken met gehoorzaamheid aan God. Is het misschien wel beter voor u om nu op te staan en weg te gaan. Because with the truth you're going to hear, you're going to be more responsible. Want met de waarheid die u zult horen, zult u ook meer verantwoordelijkheid krijgen. In 2 Timothy 3:16 and 17, the Bible says all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. 2 Timothy 3:16 and 17. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. What does that mean? Wat betekent dat? It means the Bible has something to say with regard to everything that will ever happen to you. Het betekent dat de Bijbel iets te zeggen heeft tot u ten aanzien van alles wat er ooit met u zal gebeuren. It has direction on everything that's ever going to come into your life. Daarin zult u richting kunnen vinden ten aanzien van alles wat er ooit uw leven zal binnenkomen. It has the answer for everything. U zult het antwoord vinden op alle dingen. Are you going to respond to that in obedience? En wilt u daar dan met gehoorzaamheid op reageren? Are you going to begin to construct your life or rebuild your life upon the word of God? Wilt u er een begin mee maken om uw leven te gaan herstructureren en opnieuw te gaan opbouwen op grond van Gods woord? Because if you do not, you are building your house upon the sand. Want als u dat niet zult doen, dan bent u bezig uw huis op het zand te bouwen. Now I want to talk for a moment about parents. Before we start talking about a relationship with young people, I want to talk to the parents who are here. Ik wil vanmiddag ook beginnen door een aantal dingen te zeggen tegen de ouders voordat ik tot de jongeren zal praten. The greatest responsibility I have as a human being is that of a husband and a father. De grootste verantwoordelijkheid die ik draag als mens is de verantwoordelijkheid van echtgenoot en die van vader. And one day I know I will stand before God and be judged. En ik weet dat er een dag zal komen dat ik voor de Heere zal staan en geoordeeld zal worden. And I know that my actions can either lead to great blessing in my children's life or a great curse in my children's life. Ik weet dat al mijn daden of leiden tot zegen in het leven van mijn kinderen of leiden tot vloek in het leven van mijn kinderen. How much of the way you parent your children is based upon the word of God? Hoeveel van de wijze waarop u ouder bent van uw kinderen is gebaseerd op Gods woord? And you say, I believe the Bible. En u zegt, ja, ik geloof in de Bijbel. That's not my question. Maar dat was niet mijn vraag. Can you right now sit down with a piece of paper and start writing out the biblical principles with regard to parenting? Als u nu een papiertje in hand zou hebben, zou u dan daarop kunnen schrijven wat de Bijbelse principes zijn ten aanzien van het ouderschap? Can you write out the principles of authority? En weet u wat de principes zijn ten aanzien van ouderlijk gezag? From different parts of the Bible. Uit verschillende gedeelten in de Bijbel.
Can you write out a biblical theology of discipline? Kunt u een Bijbelse theologie verwoorden ten aanzien van de tucht van uw kinderen? Can you show me how you have taught your children all the days of your life according to Deuteronomy chapter 6? Kunt u mij laten zien hoe u uw kinderen hebt onderwezen alle dagen van uw leven gebaseerd op het principe uit Deuteronomium hoofdstuk 6? I'm not trying to hurt you. Nou, ik wil u vanmiddag niet pijn doen. I'm trying to show you something. Maar ik wil u iets laten zien. How easy it is to say we believe the Bible and we're biblical. Het is zo makkelijk om gewoon te zeggen ja, wij geloven in de Bijbel en wij zijn Bijbels bezig. But we don't apply it to almost anything in our life. Maar soms dan passen we het zo ontzettend weinig toe in ons leven. Now the first thing about a parent. Nou, ten eerste over ouders. It is the parent's responsibility and especially the father's responsibility to strive to know the scriptures. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en in het bijzonder de verantwoordelijkheid van de vader om er naar te streven om de schriften te kennen. Proverbs 29:18 says this. Spreuken 29 vers 18 zegt dit. Where there is no vision, the people are unrestrained. Als er geen visie en kennis is, dan verwildert het volk. But happy is he who keeps the law. Maar gelukkig is hij die zich houdt aan de wet. It says where there is no vision. Daar waar geen visie is. Many preachers take this phrase out of context. En veel predikers die halen dit vers uit hun context. You know, a preacher says we've got to have great vision to do great things for God, or we won't be useful to Him. De prediker zegt het is heel belangrijk dat we enorme visie hebben. Want anders zullen we niet nuttig kunnen zijn. But that's not what this text is teaching. Maar dat is niet wat dit, deze tekst zegt. It says where there is no vision or where there is no revelation or knowledge of God's law. De tekst zegt dit, als er geen visie is, in die zin als er geen openbaring is en kennis is van Gods wet en wil. The people live lawless lives. Dan zullen de mensen logischerwijs ook wetteloos leven. Now would you consider yourself a person who lives a lawless life? Nou, beschouwt u zichzelf als iemand die wetteloos leeft? But if you can't tell me the laws that God has laid down with regard to being a child or a son or a daughter, then yes indeed, you live a lawless life. Maar als u niet in staat bent om datgene wat Gods woord zegt, de principes ten aanzien van bepaalde gebieden in uw leven, of bijvoorbeeld ten aanzien van het zoon of dochter zijn, als u dat niet kunt verwoorden, dan is het waarschijnlijk dat u ook wetteloos leeft. Because you're living a life without law. Want u leidt uw leven zonder die wet. If you're a parent who cannot take me right now to different laws in the Bible regarding parenting, then you're a parent who lives without God's law. Als u vanmiddag een ouder bent die mij niet kan meenemen naar schriftgedeelten die uitleggen wat de bedoeling is vanuit Gods woord ten aanzien van het ouderschap, dan bent u als ouder zonder die wetten. You remember Israel would read the Bible a lot. We moeten ons goed realiseren dat het volk Israël wel degelijk in die Bijbel las. They would guard it in the synagogue. Ze waakten erover in de synagoge. They would kiss it when they would bring it out. En ze zoenden de Torahrollen als die naar buiten werden gebracht. But they didn't follow what it said. Maar ze deden niet wat erin stond. So the first responsibility of parents and especially fathers is to study God's word. Dus de eerste verantwoordelijkheid van ouders, in het bijzonder vaders, is om Gods woord te bestuderen. Remember what Hosea 4:6 says. Weet je wat Hosea 4 vers 6 zegt? My people are destroyed for a lack of knowledge. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. If you're a man here who has a wife and children. Als je een man bent en je hebt een vrouw en kinderen. You can say my wife is destroyed because of my lack of knowledge. Dan kan je zeggen mijn vrouw is ten onder gegaan vanwege mijn gebrek aan kennis.
My children are being destroyed because of my lack of knowledge. Mijn kinderen zijn ten onder gegaan vanwege mijn gebrek aan kennis. My family as a whole is being destroyed because of my lack of knowledge. Mijn gezin als geheel is ten onder gegaan vanwege mijn gebrek aan kennis. Moses told the people of Israel. Mozes die zei tegen het volk Israël. Regarding the law of God. Ten aanzien van Gods wet. He said, "This is not a small thing. This is your life." Hij zei tegen hen: dit is niet een kleinigheid. Dit is jullie leven. Now another thing that parents must realize is that it is their responsibility to strive to live as biblical examples. Nou, iets heel anders wat heel belangrijk is voor ouders is dat het hun verantwoordelijkheid is om er naar te streven om ook voorbeelden te zijn voor hun kinderen. Paul told the church in Corinth to be imitators of him. Paulus die schreef aan de Korintiërs: wees mijn navolgers. 1 Corinthians 4, 15 through 17. 1 Corinthians 4, vers 15 tot en met 17. He simply says, be imitators of me. Dan zegt hij, wees mijn navolgers. Now, I want you to, let's go to Matthew 23, just for a moment. Ik wil met jullie naar Matthäus 23. And we're going to read verses 2 and 3 of Matthew 23. Matthäus 23, vers 2 en vers 3. 23, vers 2 en 3. Matthäus 23, vers 2 en 3. Ja, de Jezus zeggende: de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houd dat en doet het. Maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het en doen het niet. This is a warning to those of us who are parents. Dit is een waarschuwing voor ouders. The Pharisees were seated in a place of authority. De fariseeën die waren gezeten op een stoel met gezag. And many times they taught things that were right. En heel vaak dan onderwezen ze ook dat wat rechtvaardig, wat juist was. But they did not practice them. Maar ze brachten het zelf niet in toepassing. They were hypocrites. Ze waren schijnheiligen. And it caused the people to be embittered against them. En dat leidde ertoe dat het volk eigenlijk bitter werd ten opzichte van hen. But this is also a warning to the children. Maar dit is ook een waarschuwing voor kinderen. It says to listen to your parents when they teach you biblical truth. De Bijbel zegt dat het belangrijk is voor kinderen en dat de kinderen moeten luisteren naar hun ouders als hun ouders hen Bijbelse waarheid onderwijzen. And even though your parents do not live what they teach. En zelfs als je ouders niet leven naar wat zij onderwijzen, you should still obey. Dan behoor je nog steeds te gehoorzamen. The sin of your parents will be no excuse for your disobedience on the day of judgment. De zonde van je ouders is geen verontschuldiging voor het kind. Another thing, iets anders, is parents must strive to love, teach and govern biblically. De verantwoordelijkheid van de ouders is om lief te hebben, te onderwijzen en leiding te geven op een Bijbelse wijze. Again, this is especially true with regard to the father. En opnieuw, dit is vooral de verantwoordelijkheid van de vader. Remember men, you're all excited about being the head of the household. Weet je nog mannen, het is natuurlijk fantastisch om het hoofd van het gezin te zijn. But now you're seeing the great responsibility of it. Maar nou zien we iets meer van de grote verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Let's look in Genesis 18, 19. Genesis hoofdstuk 18, vers 19. We're going to look at what God says about Abraham. Genesis 18, 19. Wat zegt de Heere God over Abraham? Oké, sorry. Genesis 18, vers 19. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, dat zij de weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid en gericht. Opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft.
Here we can see a chain with many links. Hier zien we een ketting met veel schakels. God had chosen Abraham. God had Abraham uitgekozen. So that he might command his children and his household after him. Hij had hem gekend opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen. To keep the way of the Lord. Om de weg des Heren te houden. Now I want to go to Deuteronomy chapter 6 verses 5 through 9. We're going to read all these texts. I'm not really going to comment on them because I don't have time, but I want you to see the importance of them. We gaan naar Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 9. Deuteronomy chapter 6, verse 5 through 9. Ja, Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 9. Now, before we read this, parents, I want you to ask yourself, does this describe your teaching relationship with your children? Nou, ouders, voordat we dit samen gaan lezen, wil ik jullie de vraag stellen, is dit een beschrijving van hoe jullie bezig zijn jullie kinderen te onderwijzen? Ja? Deuteronomium 6, vers 5. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. En als gij in uw huizen zit, en als gij op de weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en ze zullen u tot voorhoofdspansel tussen uw ogen zijn. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. It is not the responsibility of the church to teach your children. It is the father's responsibility. Het is niet de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente om de kinderen te onderwijzen. Het is de verantwoordelijkheid van de vader. In Ephesians 6:4, the Bible says, "Fathers, do not provoke your children to anger." Ephesians hoofdstuk 6, vers 4 zegt: "Ouders, verbittert uw kinderen niet." But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Maar voed hen op in de tuchtiging en de onderwijzing van de Heer. Let me just briefly comment on this. En hier wil ik het volgende over zeggen. Oftentimes the only time the father talks to his children about morality is because they've already disobeyed. Heel vaak is het zo dat de enige keer wanneer de vader met de kinderen praat over wat goed is en wat verkeerd is, is het meestal het geval dat ze al ongehoorzaam zijn geworden. And they are angry. En dan zijn ze boos. The father's mad. De vader is boos. But you need to understand something, fathers. Maar vaders, u moet dit begrijpen. You are supposed to teach your children. Je bent verantwoordelijk om je kinderen te onderwijzen. Diligently. Ijverig. And you are supposed to train your children diligently. En je behoort hen te trainen. Met toewijding. And you're supposed to discipline your children compassionately and diligently. En je behoort hen ook te tuchtigen met bewogenheid en ook ijverig en toegewijd. You say, what's the difference between teaching and training? U vraagt misschien, wat is dan het verschil tussen onderwijzen en trainen? Well, let me use a very simple example. Nou, daar kan ik een heel eenvoudig voorbeeld van geven. The Bible says that a young man should stand up in the presence of an older man. De Bijbel zegt dat dat een jonge man moet gaan staan in de tegenwoordigheid van een oudere iemand. That's a principle of honor. Dat is iets waardoor eerbied wordt getoond. If I'm sitting down and an older pastor comes to me, I stand up. Als ik op een stoel zit en een oudere voorganger die komt naar mij toe, dan sta ik voor hem op. Now, I take my son and I take him to the law and I teach him that in the presence of an older man you must stand up. Nou, stel je voor dat ik met mijn zoon ga naar de Bijbel en hem laat zien dat de Bijbel zegt dat een jong iemand behoort op te staan voor een ouder iemand. And I teach him why. En ik vertel hem ook waarom dat zo behoort te zijn. But then I take my son and I put him on the couch. Maar dan zit ik later met mijn zoon op de bank. Or in a chair. Of in een stoel. And I walk out of the room. En hij zit daar en ik ga de kamer uit. And then I walk back in the room. En dan loop ik de kamer weer in. And he kind of just looks at me.
En hij kijkt me aan. And I said, what did we just learn? En ik zeg tegen hem, wat hebben we zojuist geleerd? Oh, that's easy, Dad. We learned to stand up. Oh, dat weet ik, vader. Dat we hebben geleerd dat we moeten opstaan. Yes, but son, there's a problem. Ja, zoon, maar er is een probleem. What? Wat dan? You're not standing up. Je staat niet op. And so I go out of the room. Dus ik ga weer weg. And I come back in again. Ik kom weer terug. Do you know John and Charles Wesley, the famous preachers from England? Heb je wel eens gehoord over John and Charles Wesley, bekende predikers uit Engeland? It has been said that their mother went in and out of the room 150 times to teach them and to develop the habit of obeying this principle in Scripture. Ik heb gelezen dat hun moeder 150 keer de kamer in, uit en in is gelopen om hen dit Bijbelse principe te onderwijzen en hen daarin te trainen. Train a child how to sit in church. Leer een kind hoe hij behoort te zitten in de kerk. So we make a little church in the living room of our house. Dus wij imiteren een soort kerksituatie bij ons thuis. And I teach my boys how to sit there. En ik leer mijn jongens hoe ze daar behoren te zitten. The advantage is I have a little switch now. Het voordeel daarvan is ik heb een klein little switch, a little. Dus, a little stick. Oh, een kleine zweep of een kleine. That does not hurt their body. En dat doet hun lichaam niet pijn. But it does sting. Maar het is wel een beetje beangstigend. And I train them. En ik train hen. So that when they go to church, they've been trained. They sit there. Dus als ze nu in de kerk zitten, dan zijn ze gedrilld. And when older men come in and out of the church, they stand up and sit down and stand up and sit down. En als er oudere mensen de kerk binnenkomen, dan gaan ze elke keer staan en weer zitten. And you say, well, I think that's a little too much. En u zegt, ja, ik vind dit wel een beetje ver gaan. Yeah, well, I've seen some of your children running around here. Ja, ik heb sommige van uw kinderen hier zien rondrennen. Oh. But you know what? Most of the time we don't teach our children. Maar weet je, de meeste van de tijd onderwijzen we onze kinderen helemaal niet. We don't train our children. We trainen ze ook niet. But we do get mad at them when they don't obey in public and they shame us. Maar we worden wel boos op hen als ze ons niet gehoorzamen. Terwijl er andere mensen bij zijn en ze ons beschaamd doen staan. And we yell and we get frustrated. En dan schreeuwen we tot hen en raken we gefrustreerd. But if you spend a great deal of time teaching and training, you won't be so angry. Maar als je gewoon tijd besteedt aan het onderwijzen en het trainen, dan zul je niet zo snel boos op hen worden. You have no right to demand things from your children if you're not going to invest in them. Je hebt geen recht om dingen van je kinderen te verwachten en te eisen als je niet veel in hen wilt investeren. In 1 Timothy 3:4 we're not going to read it, but I simply want to say this. It's a requirement for a pastor that he manages his own household well. 1 Timotheus 4 vers 3, het gaat over de vereisten voor oudsten en daar staat dat het voor een voorganger of een ouderling of een dominee vereist is dat hij een goede bestierder is van zijn eigen gezin. If he does not manage his own household well, als hij zijn eigen gezin niet op een goede wijze leidt, and his children do not obey him with honor and dignity, en als zijn kinderen hem niet gehoorzamen met respect, he cannot be a pastor. Dan kan hij niet een voorganger zijn. This is serious, isn't it? Dat is ernstig. Dat is nogal wat. Now let's look at children for a moment. Nou, als we kijken naar de kinderen. Children must be convinced of their parents' God-given roles. Het is belangrijk dat kinderen ervan overtuigd zijn wat de taak van hun ouders is en die zij ook van God hebben gekregen. In the Ten Commandments, The commandment with regard to parenting is the first law governing man's relationship to man. In de 10 geboden is dat wat er geschreven wordt over ouderschap en kinderen naar ouders toe, is het allereerste gebod dat gaat over
relaties tussen mensen onderling. Whenever God begins to give rules with regard to society, he begins with the family. Zodra de Heere God begint om leefregels te geven ten aanzien van de samenleving, begint hij bij het gezin. And the reason why our society is almost destroyed is because our families are destroyed. En de reden dat onze samenleving soms naar de knoppen gaat, is omdat het in zoveel gezinnen fout gaat. Now let's just look for a moment at Ephesians chapter 6 verses 1 and 3. Laten we heel snel kijken, of laten we samen kijken naar Efeziërs hoofdstuk 6, vers 1 en 3. It says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Now understand that God has given you parents in order to protect you. Nou, je moet goed begrijpen dat de Heere God jouw ouders heeft gegeven met de bedoeling om jou te beschermen. But also to test you. Maar ook om je te beproeven. To see how you will obey him. Om te zien of je hem wilt gehoorzamen. Because your parents are God's authority. Omdat je ouders Gods gezag over jou zijn. To rebel against them is to rebel against God. En om tegen je ouders te rebelleren is rebelleren tegen de Heere God. Now whenever I teach this, I always get a young person who asks me this question. En altijd als ik hier onderwijs over geef, komt er wel een jong iemand naar mij toe met de volgende vraag. Well, if my parents command me to make a nuclear bomb and blow up the world, am I supposed to do it? Nou, als mijn ouders mij dan gebieden om een kernbom te ontwikkelen en daar de wereld mee te vernietigen, moet ik dat dan doen? And I always say, when was the last time your parents asked you to do something dan, like that? Dan zeg ik meestal tegen deze jongen, wanneer is de laatste keer geweest dat je ouders dat van je hebben gevraagd? By and large, your parents are not asking you to do immoral or illegal things. Nou, over het algemeen vragen je ouders jou niet dingen te doen die immoreel of onwettig illegaal zijn. And if they do, you must respectfully disobey. En als ze dat wel van je vragen, dan moet je met respect hen ongehoorzaam zijn. Because you must also obey the laws of your country with good conscience and the laws of your God. Want je moet je ook houden aan de geboden van het land waarin je leeft met een rein geweten en je moet je ook houden aan Gods geboden. But God is teaching you that it'll go well with you if you obey your parents even when you think they're wrong. Maar Gods woord leert je dat het wel met jou zal gaan, dat het goed met je zal gaan als je ouders gehoorzaam bent. Ook al heb je de indruk dat ze ernaast zitten. Now he says, obey your parents. This means to listen to them, to obey them quickly. En je ouders gehoorzamen, dat betekent dat je naar hen luistert om ook snel hen gehoorzaam te zijn. Let me give you an example of a missionary in Africa. Ik wil het volgende vertellen over een zendeling naar Afrika. He walks out of the house one day and he sees his little boy playing under a tree. Hij loopt op een gegeven moment zijn woning uit en hij ziet zijn kleine jongen spelen onder een boom. The boy is standing up, kind of looking around under the tree. En de jongen die staat op en die kijkt een beetje om zich heen onder die boom. When his dad sees him, op het moment dat zijn vader hem ziet, he says, "Fall!" Zegt die vader tegen die jongen, ga liggen. And the boy fell. En de jongen gaat liggen. He said, "Crawl to me." En hij zei tegen zijn zoon, kruip naar me toe. And the boy started crawling. En de jongen begint naar hem toe te kruipen. He said, get up on your feet and run. Hij zegt, ga nu weer staan en ren naar me toe. So he got up on his feet and took off running. Dus hij gaat weer staan en rent naar hem toe. You say, that father is a little crazy. Dan zeg je misschien, nou, die vader is een beetje gek. No. Nee. There was a poisonous viper that had come down the tree that was right behind the boy's head. Er was een giftige slang die uit die boom langzaam naar beneden kwam en die heel dicht bij het hoofd van die jongen kwam. Now if that boy would have been you, he would be dead. Nou, als jij deze jongen zou zijn geweest, dan zou je dood zijn geweest. Because the moment his dad said fall, your dad said fall. Want op het moment dat je vader tegen je zou zeggen, ga nu liggen. You would have said why? Zou je hebben gezegd waarom? Or, I don't want to. Of, daar heb ik geen zin in. Or, can you give me 10 reasons why I ought to fall? Of,
Kan je mij 10 redenen geven waarom ik nu moet gaan liggen? Like I always say, my wife is from Latin America. Mijn vrouw komt uit Latijns-Amerika. And when my little boy starts doing things like, can you give me reasons? En als mijn zoontje begint op deze wijze van, nou, kan je me daar redenen voor geven? My wife's head starts moving like this. Dan begint het hoofd van mijn vrouw op deze wijze heen en weer te bewegen. And that's a warning sign for everybody to leave the house. En dat is een waarschuwingsteken dat iedereen het huis snel moet verlaten. I look at my son and I'm saying, I'm sorry, you're on your own. En dan zeg ik tegen mijn zoon, het spijt me, nu moet je het zelf oplossen. She says, you want a reason? En dan zegt ze, wil je echt een reden weten? I'll give you a reason. Ik zal je een reden laten zien. I'm your mother and that's all the reason you need. Ik ben je moeder en dat is de enige reden die je nodig hebt. You see, to learn obedience can save our lives. Weet je, gehoorzaamheid kan je leven redden. To learn to follow orders. Te leren om geboden uit te voeren. Is a good thing. En bevelen op te volgen is iets goeds. Now you're to obey your parents in the Lord. That means to honor him you obey your parents. Nou, er staat ook je ouders gehoorzaam zijn in de Heere. En dat betekent dus gehoorzaam zijn om hem ook te eren. Now when my son disobeys me. Nou, wanneer mijn zoon mij ongehoorzaam is. And I have to discipline him. En ik moet hem daarvoor straffen. I always explain to him. Dan geef ik hem ook uitleg. Son, I am a man under God's authority. En dan zeg ik tegen hem, mijn lieve jongen, ik ben een man die onder het gezag van God staat. And what I told you to do is based on this verse in the Bible. En wat ik jou gezegd heb te doen is gebaseerd op wat hier in de Bijbel staat. Son, you have not so much disobeyed me as you've disobeyed God's word. Jongen, lieve jongen, je hebt niet zozeer mij ongehoorzaam geweest als dat je God bent ongehoorzaam geweest. I tell him, I have no authority in myself. Ik zeg tegen mijn zoon, ik heb uit mijzelf eigenlijk helemaal geen gezag. These aren't my ideas. En dit zijn ook niet mijn eigen ideeën. This is God's law. Maar dit is Gods wet. You see, although I was giving you a funny illustration, I want you to listen to something very important. Ik heb je een beetje een lachwekkend voorbeeld gegeven, maar ik wil wel dat je naar dit hele belangrijke luistert. If you're governing your children in your own authority, they're going to become bitter against you. Als jij leiding geeft aan je kinderen vanuit je eigen gezag, dan zullen ze bitter worden naar jou toe. And they're going to say, well, you're just a fallible person too. Why should I follow you, Dad? En dan zullen ze een houding ontwikkelen en tegen je zeggen, nou, jij bent toch ook maar een mens die faalt en die fouten maakt. Waarom zou ik naar jou moeten luisteren? But if you're communicating God's word to your child, then there's a higher authority than both of you. Maar als je als vader en als ouders Gods woord naar hen toe communiceert, dan staat er natuurlijk een veel hoger gezag boven. It says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Er staat, kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. I just love it when God exercises his authority and his right as God. Ik vind het heerlijk als de Heere God zijn gezag uitoefent en gebruik maakt van zijn recht als zijnde God. And I just marvel at how God understands children. En ik sta verwonderd over hoe de Heere God kinderen begrijpt. Because he knows that when he says to them, children, obey your parents in the Lord. Want hij weet dat wanneer hij tegen hen zegt, kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere. They're going to say, why? Dat ze zullen zeggen, waarom dan? And look at the answer he gives them. En kijk dan eens naar het antwoord dat hij hen geeft. It's right. Omdat het recht is. Well, why is it right? En waarom is het recht dan? Because I said so. Omdat ik het heb gezegd. And with God, that's good enough. En als het om God gaat, is dat meer dan genoeg. He doesn't have to give you an explanation. God is ons niet een uitleg verschuldigd. Who are you to answer back to God? Wie zijn wij om tegen God in te gaan? Does not the potter have right over the pot that he's created out of clay? Heeft de potterbakker niet het recht over de pot die hij geformeerd heeft uit de klei? You see, we live in a, at least in America, my culture is a culture of always fighting against authority.
Mijn eigen cultuur in Amerika is een cultuur van altijd tegen gezag ingaan. Back in the 60s there was this very famous saying on all the shirts, question authority. In de jaren 60 waren er die t-shirts en daar stond op gezag in twijfel trekken. Now we ought to question the authority of men. Nou, we mogen het gezag van mensen best in twijfel trekken. But most people do that just to find a way to keep from obeying authority. Maar de meeste mensen die doen dat alleen maar omdat ze heel graag een uitweg vinden om niet aan gezag gehoorzaam te hoeven zijn. But there's no need to question the authority of God. Maar er is geen enkele reden om Gods gezag in twijfel te trekken. Honor your father and mother. Eer je vader en je moeder. Now it doesn't mean just to obey them. Dat betekent niet alleen om hen te gehoorzamen. It means to treat them in such a way that everyone sees you esteem them as highly valued. Maar dat betekent dat je ze op zo'n wijze behandelt dat iedereen kan zien dat je hen hoog acht. Does that describe your relationship with your parents? Is dat een beschrijving van jouw relatie met je ouders? If someone was observing the way you treat your parents, would they say, this child esteems his parents as more valuable than anything else in the world? Als iemand jou zou gadeslaan en zou kijken naar hoe jij met je ouders omgaat, zouden ze dan zeggen, deze zoon, deze dochter, die houdt zijn ouders hoog? Here's another thing about raising children, parents. En hier is iets anders over de opvoeding van kinderen, voor ouders. If I tell my son to clean up his toys. Als ik mijn kind leer om zijn speelgoed op te ruimen. And he goes, en hij reageert zo. And he turns around immediately and begins to clean up his toys. En hij keert zich om en hij begint zijn speelgoed op te ruimen. He has disobeyed. Dan is hij ongehoorzaam. He has not honored his father. Dan heeft hij zijn vader niet geëerd. He is showing the attitude of his heart. Zijn houding toont zijn hartsgesteldheid. I don't want to obey. En die zegt, ik wil niet gehoorzamen. I don't think I ought to obey. Ik ben niet van mening dat ik behoor te gehoorzamen. But I'm gonna do it because you're bigger than me. Maar ik ga het doen omdat je toch sterker bent dan ik. That's not obedience. Maar dat is geen gehoorzaamheid. And so you not only discipline for disobedience, you discipline for unbiblical attitudes. Dus je tuchtigt je kind niet alleen vanwege ongehoorzaamheid, maar ook vanwege verkeerde houdingen. Now I know what you're all dying to find out. Nou, ik weet waar u naar snakt om daarachter te komen. How does he discipline his kids? Hoe tuchtigt hij zijn kinderen? He's already talked about running over people with his car. Hij heeft het al gehad over mensen heen rijden met een auto. And he kills helpless little animals in the woods. En hij doodt dieren in de bossen. So how does he discipline his children? Dus hoe gaat hij om met het bestraffen van zijn kinderen? Well, that's another conference. Nou, daar moeten we een andere conferentie voor beleggen. But I will say this. Maar dit zal ik u delen. It is real discipline. Het is echt een vorm van bestraffing. And my children are about the happiest children you'll ever meet in your life. En mijn kinderen zijn de gelukkigste kinderen die je in deze wereld kan tegenkomen. There is a fly sent from the devil that keeps attacking me up here. Er is een vlieg die van de duivel komt die mij hier voortdurend lastig valt. Maybe we should cast him out or something. Misschien moeten we deze uitwerpen. One last thing I want to say. Did you notice that in Ephesians chapter 6 it gives a promise to children who obey? Het laatste, weet u dat er in Efeziërs 6 ook heel duidelijk een belofte staat voor kinderen die gehoorzaam zijn? That it may be well with you and that you may live a long life on the earth. Opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. I used to work with street people when I was in the seminary. Toen ik op een theologische opleiding zat, ging ik veel om met mensen van de straat. And I even lived with them for a while. Ik heb een tijdje zelfs onder hen gewoond. And one day me and a friend just started talking to many, many of the street people with one question.
En op een dag gebeurde het dat, dat vrienden van mij en ik zelf met heel veel mensen van de straat in gesprek waren over één vraag. What was your relationship with your parents? Wat was jouw relatie, jouw verhouding tot je ouders? And most of them said I was very rebellious. Almost all of them. De meeste van deze straatmensen die zeiden ik was heel opstandig jegens mijn ouders. If you rebel against the primary authority in your life. Als je in opstand komt tegen het belangrijkste gezag in jouw leven. It will not be hard for you to rebel against all the other authorities in your life. Dan zal het daarna ook niet meer zo moeilijk zijn om in opstand te komen tegen alle andere vormen van gezag in je leven. And young lady, listen to me. Jonge dames, luister naar mij. If you're interested in a boy. Als je geïnteresseerd bent in een jongen. And you think he might make a good husband. En je denkt misschien dat hij een goede man zou kunnen zijn. Secretly observe how he honors his mother. Dan moet je eigenlijk heel in het verborgen moet je dus op letten hoe hij met zijn moeder omgaat. Because if he does not honor his mother, he will not honor you. Want als hij geen respect toont voor zijn moeder, dan zal hij waarschijnlijk ook geen respect tonen voor jou. But you say, oh, he does respect me. Maar dan zeg je misschien, ja, maar hij gaat wel respectvol met me om. Just wait till he gets that ring around your finger. Maar wacht even, maar dan moet je wachten totdat die ring om je vinger zit. And young man, if you're looking at a girl, ask yourself, how does she honor her father? En jongeman, als jij je oog hebt laten vallen op een jonge dame, dan moet je je die vraag stellen, hoe gaat zij om met haar vader? Because if she does not honor him, she will not honor you. Want als zij haar vader niet eert, is de kans groot dat ze ook jou niet zal eren. Oh, at first she'll look really sweet. In het begin ziet ze er misschien heel liefelijk uit. But soon as she marries you, she turns into a female version of King Kong. Maar zodra ze met jou getrouwd is, zal ze transformeren in een vrouwelijke King Kong. Now remember, I'm an American and I lack culture, so nou, just bear with me. Je moet begrijpen, ik ben een Amerikaan en ik heb een groot gebrek aan beschaving, dus u moet geduld met mij hebben. Now, I know we've spent a lot of time here and maybe the next meeting we're just going to have to continue all this because it's so important. Nou, ik weet dat we hier heel veel tijd aan hebben besteed en misschien moeten we hier de volgende samenkomst op verder gaan omdat het heel belangrijk is. In the time I have left, I want to introduce the heresy of recreational dating. Oké, in de tijd die vanmiddag nog rest, wil ik tot jullie spreken over de dwaalleer van het recreatief afspraakjes met elkaar maken. You say, what on earth is that? Wat is dat? It's what most of you are doing. Dat is wat velen van jullie doen. I see, you know, a young boy and girl who are dating. Ik zie een jongen en een meisje die met elkaar omgaan. And I mean I won't use that as an example, but let's say they're 20 years old. Nou, stel je voor, ze zijn 20 jaar oud. And I go up to the young guy and I say, so you've been praying about this girl. Dus ik ga naar die jongen toe en ik zeg tegen hem, dus je hebt de Heere gebeden voor dit meisje. And since you're with her, I guess God's really confirmed that this is the girl you're supposed to marry. En nu ik zie dat je met haar omgaat, neem ik aan dat de Heer jou heeft bevestigd dat dit het meisje is met wie je zult trouwen. And he goes, no. En hij zegt, nou, niet bepaald. I'm 20 years old. Ik ben 20 jaar oud. I'm not going to get married yet. I'm not even thinking about that. Ik ga echt nog niet zo snel trouwen. Daar denk ik nog helemaal niet aan. I said, then what are you doing? Dan zeg ik tegen hem, wat ben je dan aan het doen? Well, I like to be with her. Nou, ik vind het leuk om met haar om te gaan. I have a good time with her. En een goede tijd met haar te hebben. And we can share things together. En we kunnen dingen met elkaar delen. And I say, okay, let me see if I'm understanding you. En dan zeg ik tegen hem, nou, okay, ik wil graag zien of ik je goed begrijp. You are using her to receive all the benefits of marriage with a woman without making any commitment to her. Je gebruikt haar om gebruik te kunnen maken van alle lusten van het huwelijk zonder dat je je aan haar wilt toewijden.
Do you see the problem? Zie je het probleem? The Bible does not talk that way. Zo spreekt de Bijbel niet over verkering. You're with her because you can experience something of a relationship with a woman, even though you have no intention whatsoever to make a lifelong commitment to her. Het kan dus zo zijn dat je met een meisje omgaat om te genieten van de omgang met iemand van het andere geslacht, zonder dat je op geen enkele wijze van plan bent om je aan haar te gaan toewijden. Young guy walks into my office one time. Jonge man die komt een keer mijn werkkamer binnen. And he said, I am in love. En die zegt tegen mij, ik ben verliefd. Now the first, anytime some young guy walks into my office with that look on his face and he says, I am in love. Nou, elke keer als een jonge man mijn kantoor binnenloopt met die grijns in zijn ogen op zijn gezicht en zegt, ik ben verliefd. I just say, son, sit down. Dan zeg ik tegen hem, jongen, ga zitten. What do you mean? Wat bedoel je? Well, I'm in love. Ik ben verliefd. Well, what do you mean? Wat bedoel je daarmee? Well, you know, every time I just love being with her. Nou, ik vind het erg spannend om met haar samen te zijn. She's beautiful. Ze is heel mooi. We can talk. We kunnen samen praten. She meets my needs. Ze vervult mijn behoeften. I just love her. Ik hou van haar. And I say, okay, let me see if I understand you. En dan zeg ik tegen hem, okay, begrijp ik je goed? You want to marry her because she meets all your selfish, self-centered wants and desires. Dus jij wil graag met haar trouwen omdat zij in staat is om al jouw verlangens en jouw op jezelf gerichte behoeften te vervullen. And he says, no, that's not what I mean. Dan zegt hij, nee, dat bedoel ik helemaal niet. And I said, but young man, that's what you said. Maar jongeman, dat is net wat je tegen me hebt gezegd. You want to marry her because you like being with her. Je wil met haar trouwen omdat je het leuk vindt om met haar te zijn. What happens when you don't like being with her one day? En hoe zal het dan zijn als je het straks niet meer zo leuk vindt om met haar te zijn? What happens when someone else comes around and they will that appears that you would like to be with them even more? En wat zal er dan gebeuren als er straks iemand anders langs komt? Waarvan je dan de gedachte en het gevoel krijgt, het is nog leuker om met haar samen te zijn. And you want to marry her because she's beautiful. Je wil met haar trouwen omdat ze mooi is. What happens if she's not beautiful anymore? En hoe zal het dan zijn als ze straks niet meer zo mooi is? Or what happens if someone else comes along that is more beautiful? Of wat zal er gebeuren als iemand anders langskomt die nog mooier is? You want to marry her because you can talk and you're compatible. Je wil met haar trouwen omdat je samen kan praten en dat je in elkaar past. Bij elkaar past. What's going to happen when someone else comes along that you can talk with even more and you're more compatible? En wat gebeurt er dan als er iemand anders langskomt met wie je nog beter kan praten en bij wie je nog beter past? Do you see how most relationships start off completely wrong and completely unbiblical? Zie je hoe heel veel relaties eigenlijk op een hele verkeerde wijze beginnen? And when they fall apart, en als die dan uit elkaar vallen, we can't figure out why. Dan vragen we ons af waarom. Because they were wrong from the very beginning. Omdat het van het begin af aan eigenlijk niet goed is begonnen. I hope you were listening when I taught on marriage yesterday. Ik hoop dat u mij gehoord hebt toen ik gisteren over het huwelijk heb gesproken. At its most foundational point, marriage is a commitment. Het meest basale wat we kunnen zeggen over het huwelijk is dat het huwelijk een toewijding is. A commitment to God. Een toewijding aan God. God has called me to lay down my life for one of his daughters. God heeft mij geroepen dat ik mijn leven afleg voor een van zijn dochters. No matter what happens, that commitment is unchangeable and irrevocable. En wat er ook gebeurt, die toewijding die ik heb gedaan, die kan niet worden teruggedraaid en is niet te veranderen. There are many other pleasures and wonders about marriage. Er zijn heel veel andere hele fijne dingen en wonderlijke dingen ten aanzien van het huwelijk. Which we do not have time to discuss. En daar hebben we geen tijd voor om daarover te spreken. But you must see that the foundation of marriage is a divine commitment to God. Maar je moet zien dat de grondslag voor het huwelijk is een toewijding aan de Heere God. Now another thing about dating. Iets anders ten aanzien van verkering. Do you realize that it's a recent phenomenon?
Ben je ervan bewust dat verkering eigenlijk alleen iets is van de laatste tijd? In the West. In de westerse wereld. Throughout most of human history, it did not exist. Het grootste gedeelte van de menselijke geschiedenis bestond verkering eigenlijk helemaal niet. It was not the way in the nation of Israel. Dat was niet de wijze waarop het in Israël eraan toe ging. It wasn't necessarily the way of the early church. En zo was het ook niet in de vroege gemeente. And it hasn't been the way of most of culture throughout history. En gedurende de hele geschiedenis is het niet zo geweest in de meeste culturen. But we think it's absolutely essential. Maar wij denken dat het heel belangrijk is. If you don't date around a whole bunch of people, how are you going to know who you should marry? Als je niet verkering hebt met een x aantal mensen, hoe weet je dan met wie je zult kunnen en gaan trouwen? Or as girls always tell my wife, you've got to kiss a lot of frogs before you find your prince. Zoals mijn vrouw altijd tegen meisjes zegt, je moet een heleboel kikkers kussen voordat je erachter komt dat je een prins hebt gevonden. But that's not true. Maar zo is het helemaal niet. God created Eve. De Heere God heeft Eva geschapen. And brought her to Adam. En hij heeft haar naar Adam toegeleid. He didn't bring like four different girls. Hij heeft niet vier verschillende meisjes naar hem toegebracht. And say, okay, Adam, it's multiple choice. Okay, Adam, het is nu multiple choice. Or try this model for a while. Of probeer dit model eens uit. And when you don't like the yellow car, try the red one. En als je die gele auto niet zo lekker vindt rijden, neem dan die andere auto. But that's the way most Christians deal with their relationships. En toch is dat wel de wijze waarop veel christenen omgaan met verkering en relaties. I don't know how it is here in Holland, ik but I do know how it is in the United States. Ik weet niet precies hoe het hier in Nederland is, ik weet wel hoe het is in de Verenigde Staten. Among those people who consider themselves Christian. Onder hen die zichzelf christen beschouwen. Most young people have entered into five major relationships with someone of the opposite sex before they get married. De meeste van de jongeren, mensen die trouwen in de Verenigde Staten, hebben daarvoor met gemiddeld vijf anderen een relatie gehad. Vijf anderen van het tegenovergestelde geslacht voordat ze trouwen. Even if they have not been physically involved, ook als ze niet seksuele gemeenschap hebben gehad, those relationships have bound those hearts together. Toch hebben die relaties die harten aan elkaar gebonden. It does not just take sex to bring two hearts together. Het is niet alleen door middel van seksuele gemeenschap dat twee harten aan elkaar verbonden raken. Emotional sharing creates a bond. Maar ook op een emoties met elkaar delen, dat creëert ook een band met elkaar. And so on their wedding day. Dus als ze dan trouwen, the person standing up there have already given four or five parts of their heart away. De mensen die daar dan staan hebben over het algemeen al vier of vijf delen van hun hart weggegeven. And they'll never get it back. En dat zullen ze nooit terugkrijgen. And it will affect their marriage. En het zal invloed hebben op hun huwelijk. Now let me share something before I go on because I don't want to miss this point. Nou, ik wil nog één ding delen, want ik vind het belangrijk dat u dit niet mist. And it's serious. En dit is ook belangrijk. Most young people who are dating. De meeste jonge mensen die verkering aangaan. Believe that as long as they have not had intercourse, they are pure. Die zijn van mening dat zolang ze niet met elkaar naar bed zijn gegaan, dat ze dan rein zijn. You can do almost anything up to that point and you're still pure. Je kunt bijna alles doen, behalve dat ene, en nog steeds helemaal rein zijn. That is one of the biggest lies out there today. Dat is een van de grootste leugens vandaag de dag. It doesn't take intercourse to lose your purity. Het is niet zo dat je je reinheid alleen maar verliest door seksuele gemeenschap. And to ruin your future marriage. En je toekomstige huwelijk schade aan te brengen. And you need to know that. En daar moet je van bewust zijn. And you need to believe it. En daar moet je ook van overtuigd raken. Then why do people date if they're not serious about marriage? Hoe is het dan dat veel mensen wel verkering aangaan,
zonder dat ze überhaupt denken aan het huwelijk. Here's a few reasons. Een aantal redenen zijn deze. To satisfy the lust of their flesh. Om de begeerten van hun vlees gewoon te vervullen. Immorality and entertainment. Immoraliteit en genot. A person who has entered into a dating relationship with you with no intention of marriage. Als iemand met jou verkering is aangegaan zonder dat hij überhaupt denkt aan de mogelijkheid om met je te trouwen. Is using you for entertainment. Die persoon die gebruikt jou eigenlijk alleen maar voor zijn eigen entertainment. But there's also another reason. Er is een andere reden. To satisfy genuine passions that may even be biblical. Om bepaalde verlangens te vervullen, verlangens die zelfs bijbels zijn. But without the sacrificial demands of commitment. Maar zonder de verplichtingen die ook offers met zich meebrengen. Now you may think that this illustration is somewhat extreme, but it teaches the truth. Misschien denk je dat de volgende vergelijking een beetje extreem is, maar de waarheid komt daardoor wel naar voren. I knew these two girls, young girls, 15, 16, that were very godly girls. Ik moet denken aan twee meisjes, 15, 16 jaar oud, die de Heere van harte lief hadden. And their grandparents died and there was the funeral. En hun grootouders stierven en daar was toen de begrafenis. And the girls were still in the church and all the young men from the church were standing outside. En die twee meisjes bevonden zich nog in de kerk en alle jonge mannen van die kerk die stonden buiten de kerk. 15, 16, 17. 15, 16, 17 years old. Jaar oud. And the girls came out of the church weeping. En die twee meisjes die kwamen de kerk uit huilende. And they came over to the youth group. En ze liepen naar de jeugdgroep toe. And some of the young guys walked over to them. En sommige van die jonge jongens, die liepen naar die meisjes toe. You know, kind of like men. Een beetje macho. Put their arm around them. En die deden hun arm om die meisjes heen. Said, that's all right. En die zeiden tegen hun. Het gaat wel. Ik wil er voor je zijn. Lay your head on my shoulder. Leg je hoofd maar op mijn schouder. And I just watched. En ik zag dat gebeuren. And when those young girls walked away, en toen die meisjes wegliepen, I called those young boys over to me. Heb ik die jongens gevraagd om naar mij toe te komen. And I said, who do you think you are? En ik zei tegen hen, wie denken jullie dat je bent? They said, well, we're just trying to comfort. Toen zeiden ze, we probeerden hen alleen te vertroosten. I said, no, you're not. Toen zei ik, nee, dat geloof ik niet. Not only are you giving, you're receiving. Je wilde niet alleen geven, je wilde ook iets voor jezelf meemaken. You're playing the part of the man. Je speelt alsof je echtgenoot bent. It is not your place. Maar dat is niet je plek. It is the place of their father. Dat behoort hun vader te doen. And not you. En niet jullie. You have no right to create such a bond. Je hebt er geen recht op om op die wijze zo'n band met die meisjes and even with your actions aan te gaan. To lead those young girls astray. En zelfs met wat je hebt gedaan, ben je bezig geweest om die meisjes van het rechte pad te doen afdwalen. You are not an authority in their lives. Jullie hebben helemaal geen gezag in hun leven. Their father is. Hun vader wel. It is not your place biblically to comfort them that way. De Bijbel zegt niet dat het jullie plaats en verantwoordelijkheid is om hen zo te troosten. It is the place of their father, their mother, their brother. Maar wel de verantwoordelijkheid van vader, moeder en broers en zussen. But not you. Maar niet die van jullie. If you want, send a card. Als je wel hen wil vertroosten, stuur dan gewoon een kaartje. Stand at a distance and tell them you're praying for them. Blijf op afstand staan en zeg tegen hen, ik bid voor je. But don't play the man when you're not their man. Maar ga niet spelen alsof je hun echtgenoot bent, als dat helemaal niet zo is. Now some of you think that's very radical. Nou, sommige van jullie zeggen, dat is wel erg radicaal. But it's only because you've been so twisted by your own modern culture. Maar dat komt omdat we allemaal zo door die cultuur om ons heen zijn beïnvloed. A young man, according to scripture, has no right to violate the authority of a father in the life of a daughter. De Bijbel zegt dat een jonge man niet het recht heeft om het gezag van een vader
in het leven, over het leven van zijn dochter om dat te ondermijnen. And I'm going to show you that in the next study. En in de volgende lezing zal ik jullie dat laten zien. Now let me give you two more reasons why there is dating. Nou, nog twee andere redenen waarom verkering zoveel voorkomt. A consumer mentality. Een consumentenmentaliteit. To test drive several models before making a purchase. Om een testrit te doen met verschillende modellen voordat je iets aankoopt. And it demonstrates that you're in this relationship for you. En het laat zien dat je zo'n relatie aangaat alleen maar voor jezelf. And finally, probably the main reason, at least among those who are sincerely Christian. En de hoofdreden is waarschijnlijk dit, in het bijzonder onder hen die echt christen zijn. It is the result of ignorance. Het is het gevolg van onwetendheid. Now, ignorance does not mean that someone is not able to learn. Nou, onwetendheid betekent niet dat iemand niet in staat is om te leren. The ignorance is the result of these things are no longer taught anymore. Maar de onwetendheid is het gevolg daarvan dat over deze dingen meestal niet meer wordt gesproken. Some of you have been in church all your life and you've never heard any of the things I have just taught on. Sommige van jullie zitten al je leven lang in de kerk, maar je hebt nog nooit de dingen gehoord die ik vanmiddag tegen jullie heb gezegd. Now do you wonder why we have so many problems? Nou, vraag je je nog steeds af waarom er zo vaak problemen zijn op dit gebied? Now, I know that already some of you have probably said, I think that guy's crazy. Nou, ik weet dat sommigen van jullie waarschijnlijk nu al hebben gezegd, ja, deze man is wel een beetje buiten zijn verstand. That's okay, I've had worse things said nou, about me. Okay, dat kan ik hebben, er zijn wel ergere dingen over mij gezegd. But isn't it true that the wisdom of God appears to be foolishness to the world? Maar is het niet waar dat de wijsheid Gods dwaasheid lijkt te zijn voor de wereld? And if what I am saying is so crazy and the world is so right. En als wat ik zeg helemaal dwaas is en wat de wereld zegt dat juist zou zijn. Then why does the world have so many problems? Waarom heeft de wereld dan zoveel problemen? Why are marriages breaking up all over the place? Waarom gaan zoveel huwelijken stuk? Why do young couples even in the church fall into immorality? Waarom zijn er zoveel jonge stellen ook in de kerken, in de christelijke kerk, die toch vallen in onzedelijkheid? Why is there a loss of honor and respect in relationships? Waarom is er zoveel verlies van eer en respect in relaties? I want you to think about that during the break and then we'll come back and I'll teach you again. Ik wil jullie vragen om daarover na te denken tijdens de pauze en dan gaan we terugkomen om daar verder over door te praten. Ja, Arjan. Ja.